Ja, dit hier. Dit is de nieuwe BMW R1250 GS. En daar valt het nodige over te vertellen, want ten opzichte van zijn voorganger is er het nodige gewijzigd. Onder meer over deze 2-cilinder boksenmotor is veel te vertellen. Ja, want voorheen had deze 2-cilinder boksenmotor een motorinhoud van 1170 cc en dat is nu een 1254 cc geworden. En een doorontwikkelde blok levert 136 pk bij 7750 toeren en het was voorheen 125 pk. Ja, en het koppel, voortaan heb je 143 Nm bij 6250 toeren en dat was 125 Nm. Ja, en deze nieuwe 2-cilinder boksenmotor die hangt over een veel breder toerenbereik, veel lekkerder aan het gas. En vanaf 6000 toeren per minuut, ja, dan breekt de hel eigenlijk echt los. Want dan gaat die nieuwe ShiftCam technologie werken en dan gaat die motor nog veel meer trekken. Erg leuk! Dankzij die 20 liter tank kun je met deze nieuwe BMW R1250 GS ook langere afstanden eenvoudig overbruggen. En de topsnelheid, ja, die bedraagt meer dan 200 km per uur. En is die motor daarvoor opgebouwd? Ja, hij kan het. Alleen het is zowel bovenal een tourmotor, maar wel een tourmotor die vooral van gooi- en smijtwerk houdt. Want hij weegt dan wel 249 kilogram, maar deze motorfiets heeft echt een heel erg lichtvoetig karakter. Zelf 1,85 en zoals je ziet, ik kom net niet, ja ongeveer net wel, met mijn platte voeten op de grond. Maar ben je dus wat kleiner, nou, dan is deze R1250 GS toch wel een grote motorfiets. Ja, en wat heeft deze R1250 GS allemaal standaard? Nou, denk aan ABS, een TFT display met connectivity, een nieuwe LED koplamp, ASC, dat staat voor Automatic Stability Control, standaard twee rijmodi, rein en rood, en HSC en dat staat voor Hill Start Control. Nou, goedkoop is deze BMW R1250 GS niet, want er is er vanaf 19.800 euro. En dit exemplaar met de nodige toeters en bellen betaal je alweer een kleine 25.000 euro voor. In feite kun je het zo gek maken als je zelf wilt. En weet dat BMW Motorrad tegenwoordig 3 jaar garantie geeft. Ja, en wil je nou meer weten over deze nieuwe BMW R1250 GS? Lees dan de complete test op motorrij.nl. En druk ook even die abonneerknop in en natuurlijk die duim omhoog.